Het is niet omdat één glas rode wijn niet schadelijk is, dat het daarom een goed idee is om er elke dag één te drinken. Is een glas rode wijn per dag gezond? Wat zegt de wetenschap? Onderzoeken naar alcohol focussen vooral op de fysieke gezondheid. Iets waar eigenlijk weinig naar gekeken wordt, zijn de emotionele aspecten. Als we een glas alcohol drinken, voelen we ons soms beter, socialer, ongeremder en minder angstig. Toch compenseert dit niet met de impact die alcohol op ons lichaam heeft. Als toxicoloog zou ik zeggen, één glas rode wijn per dag is niet gezond. Van waar komt dan dat idee? Met de regelmaat van een klok verschijnen studies dat één glas alcohol minder aanleiding geeft tot verhoging van de bloeddruk, aderverkalking, bloedklontervorming en beroertes. Spectaculaire cijfers zijn dit niet, maar ze trekken de aandacht. En het is gemakkelijk om hieruit de overhaaste conclusie te trekken dat één glas ook echt gezond is en je dus maar best dagelijks een glaasje kan drinken. Doctors say a glass of wine a day can extend your life. Eigenlijk kunnen we dus niets concluderen uit zo'n studies. Dit blijft moeilijk, want in deze onderzoeken werd met heel wat factoren geen rekening gehouden die eigenlijk wel meespelen. Het effect van alcohol hangt namelijk niet enkel af van de hoeveelheid, maar ook of je man of een vrouw bent, jong of oud, wat je eet of je sport, al dan niet rookt, je gewicht en ook je genen. Vooral dat genetisch patroon dat uniek is voor ieder van ons is belangrijk. En al deze zaken werden eigenlijk nooit ten volle onderzocht bij dit soort studies. In 2019 kwam er een studie die wel rekening hield met het genetisch patroon, maar waarbij juist het tegenovergestelde werd gezegd, namelijk bloeddrukverhoging, hogere kans op bloedklontervorming en beroertes. Deze studie werd uitgevoerd op grote schaal, 500.000, maar enkel bij Aziatische mensen, waarvan de genetische code voor het verwerken van alcohol door de lever verschilt van Westerse mensen. Dus ook hier moeten we opletten voor overhaaste besluiten. We weten dus niet of één glas alcohol ongezond is of niet. Jawel, we weten dat er geen acute negatieve effecten van één glas alcohol zijn. Maar op langere termijn is er wel degelijk een probleem. Alcohol is een drug. En zoals elke drug heeft alcohol gewenning. Als je elke dag een glas drinkt, voel je de rustgevende effecten van alcohol steeds minder. Je zal dus niet één glas, maar meerdere glazen nodig hebben om iets te voelen. En vanaf dan is alcohol echt niet meer gezond. Gebeurt dit op korte tijd, dan kan de lever de afbraak van alcohol niet meer volgen en giftige stoffen stapelen zich op. Dit is beter gekend als een kater. Op langere termijn leidt veel drinken tot chronische symptomen, zoals leverziekten, kanker en hersenschade. Maar in rode wijn zitten toch ook gezonde stoffen? Ja, dat klopt. Wijn wordt gemaakt van druiven. In de schil van die druiven zitten polyfenolen, waarvan resveratrol het best gekende is. Resveratrol is een antioxidant, zoals ook bekende andere antioxidanten vitamine C en vitamine E zijn. Deze stoffen zijn onder andere gekend om celveroudering tegen te gaan. Daarom wordt wel eens gezegd, rode wijn is gezonder dan witte wijn, omdat er bij de bereiding van witte wijn of andere alcoholische dranken geen druivenschillen gebruikt worden. Maar de hoeveelheid polyfenolen in druiven, en dus zeker in wijn, is eigenlijk niet zo groot. In blauwe bessen, aardbeien, frambozen, groene thee, pinda's zitten veel meer antioxidanten. We moeten dus echt niet drinken om antioxidanten binnen te krijgen. En dat is de belangrijkste les. Eén glas rode wijn is niet ongezond. Maar als we het over gezondheid hebben, dan zijn enkele druiven per dag nog altijd een pak gezonder. Dat zegt de wetenschap.